Er was een tijd dat we nog lachten om de fratsen van het CD, om die jammaat-imitaties en die preken op tv. Ieder groepje heeft zijn aanhang, volgens staat een ieder vrij. Maar dat racisme van de gekken is, was toen voor iedereen een feit. Maar vandaag is het wel anders, het lachen is voorbij. We luisteren nu aandachtig naar volksmennerij. En onze eens zo nette wijze heren gaan vrolijk hand in hand met een extreme rechtse club, de boel regelt in ons land. En ik kijk om me heen en iedereen is stil. En ik vraag me af, is dit dan echt wat iedereen hier wil? Hoe kan het nou dat iedereen tevreden lijkt? Ben ik dan de enige die er niets van begrijpt? Of misschien ben ik te goed gelovig, maar ik had nog iets meer moraal verwacht. Ik had onze christenbroeders niet zo immoreel geschat. Dus normen en waarden zijn alleen marketingskreten. En het is prima om de naaste liefde als het je uitkomt te vergeten. Oh, misschien vragen ze wel vergeving voor hun zonden in de kerk. Of krijgen ze juist een extra hostie voor het harde werk. Om het eerste gebod weer terug te krijgen op de eerste plaats. Wellicht is dat de reden waar dit eigenlijk om gaat. En ik kijk om me heen, hebben zij het ook gezien? Ze zullen toch wel boos zijn, nu of geschrokken dan misschien. Maar hoe kan het nou dat iedereen tevreden lijkt? Ben ik dan de enige die er niets van begrijpt? Oh, misschien ben ik te naïef, maar ik had toch iets meer stijl verwacht. Ik had onze chique rijke heren toch niet zo plat geschat. Zo opportunistisch en principeloos, verbaast mij toch eigenlijk wel. Geld schijnt niet te stinken, maar vuile handen doen dat wel. Het is allicht de beste optie je privileges te bewaken. Bovendien een fijn excuus om het milieu druk te maken. Of wat duurzaam is dan duur en op de korte termijn is het vast winstgevender om asociaal te zijn. En ik kijk om me heen en iedereen is stil. Vraag me af, is dit dan echt wat iedereen hier wil? Hoe kan het nou dat iedereen tevreden lijkt? Ben ik dan de enige die er niets van begrijpt? Maar misschien heb ik er wel nooit wat van begrepen. Maar dat we wonen in een land dat vooruitstrevend en sociaal is. En boven alles tolerant. Niet één dat bang is en bekrompen. En zelf meelijden heeft dat blind een adelaar verwelkom. Die zich als meeuw heeft verkleed. En ik kijk om me heen. En iedereen is stil, daar wordt gelachen op tv. Schouderklopjes uitgedeeld en de straten zijn leeg. Waar ik op kijk, ik ben toch niet de enige die dit niet begrijpt.